gesteld ben ik absoluut niet tegen verandering. Niets kan hetzelfde blijven, maar ik ben wel tegen de manier waarop. We hebben eigenlijk bij herhaling verzocht om inspraak. Dat heeft meerdere keren tot ter ontevredenheid geleid. Is gewoon zo onsympathiek op zijn zachtst gezegd, maar eigenlijk vind ik het onbehoorlijk. Als je ziet hoe het gaat, er wordt eigenlijk april een plan gepresenteerd. Ja, dat is inflexibel, dat is in marmer gehakt. Onze zorg is dat de initiatiefnemer, firma Habion, en de gemeente hier voor in de plaats, in dit gebouw, twee gebouwen wil neerzetten, wat twee keer zo groot is qua volume. Wij vinden dat niet passen in deze buurt. Dat creëert op allerlei gebieden problemen. Al direct van het begin dat wij via bewoners van de Zandbergenlaan moesten horen dat ze hier concreet nu mee zouden willen beginnen en wij daar geen enkel bericht van gekregen hebben. Dat het de bebouwde oppervlakte erg groot wordt en een torentje, dat vind ik een enorm bezwaar. Maar daaraan zit nog een ander bezwaar wat ik op de eerste plaats eigenlijk zie. Er komen oude mensen te wonen. En ik vraag me af of er ergens in Nederland een ouderhuisvesting is zonder groen. In meerdere planuitwerkingen staat bijvoorbeeld al dat er haaks parkeren, sprake is van haaks parkeren. En dat de stoepen en zebrapad weggaan. Nou, dan haal je eigenlijk een kleine rijbaan in het midden over waar ook voetgangers al dan niet met rollator van gebruik zullen moeten maken. Er was soms wel de mogelijkheid om wat te zeggen, maar er is geen dialoog geweest. Toen hebben we nog gelegenheid gekregen en natuurlijk vanwege de coronatijd in kleine groepjes om je zegje te zeggen van wat je ervan vond. Nou ja, daar zitten dan mensen die noteren het, maar je hebt geen interactie van het wordt genoteerd en zegt u het maar. Dat geeft dan direct een afstand van, nou ben er eigenlijk, zijn wij daar niet zo in geïnteresseerd, want de plannen liggen er al. En dat krijg je in de loop van de ontwikkelingen steeds meer het gevoel van, nou, we zijn verplicht vanwege regels in de wet om de mensen te horen, maar dat is het ook. Wij willen ook in die inspraakronde worden meegenomen. Ja, maar we hebben aan de gemeente gevraagd en de gemeente die zei van nee, dat zijn huurders die hebben helemaal niet, die zijn geen belanghebbenden. Ze nou, als we huurders waren, waren we ook belanghebbenden, maar wij zijn eigenaar van het appartement. Ik zou heel graag natuurlijk meepraten daarover. Dat is ook eigenlijk een onderdeel van het participatieproces waar Amersfoort toch wel heel veel belang aan hecht of zegt te hechten. De gemeente zet die minima keihard in de kaderstellende notitie. Ja, dat zijn de randvoorwaarden en alle andere dingen worden nauwelijks of boterzacht verboord. En binnen dat kader moeten wij dan samen tot een oplossing komen. En daar is dus geen ruimte voor. Wij voelen ons dus niet serieus genomen door deze aanpak. Nu lezen we in de stukken die we deze week op de gemeentesite konden zien, dat de gemeente in 2019 tot overeenstemming is gekomen met Habion. En terwijl in de stukken die voorliggen onze bezwaren, ja, een beetje worden weggewoven en zo, dat lossen we nog wel op. En dan gaan we zus en dan gaan we zo en dan gaan we er wel naar kijken en dat moeten we wel uitkomen. Want als we er niet uitkomen, dan is er een groot financieel probleem. Want we hebben afspraken gemaakt in oktober 2019 met Habion. Gelukkig heeft mevrouw Jansen, de wethouder die hierover gaat in dit geval, op een gegeven moment tegen de initiatiefnemer gezet. We gaan nu het participatieplan van toepassing verklaren. Dat gaf ons hoop dat wij weer inderdaad over hoofdzaken in dialoog konden komen. Maar wat blijkt, ondanks al onze invoer die wij hebben gegeven, en daar hebben we heel wat werk en effort in korte tijd in gestoken, zijn die dingen gewoon naast het oorspronkelijke plan met dezelfde uitgangspunten geplaatst. In een dialoog ga ik ervan uit dat je elkaar op de inhoud probeert te begrijpen en samen probeert tot een oplossing te komen. En de dingen niet alleen maar naast elkaar zet en gewoon eigenwijs je eigen weg blijft gaan. En dat dan anderen overlaat
En dan een ander overlaat bijvoorbeeld de raad om daarover te besluiten. Dat is geen dialoog. Het is zo dat hier op een gegeven moment iets komt te staan waar zelfs de mensen die hier inkomen te wonen dan eigenlijk helemaal niets meer aan hebben. Omdat het groen weg is, de verkeersveiligheid is weg, de bereikbaarheid is weg. En dat zijn echt zorgen die blijven leven en die ook niet weggenomen worden. We staan hier voor een tuin. En in die tuin die wordt gebruikt, met name in de zomer, door veel ouderen die daar zitten. Een van de voorbeelden, een van de problemen die we hebben, is dat door de omvang van deze gebouwen die tuin zal verdwijnen. Dan zou ik denken, ja, ga dan in een open dialoog, hè, en leg uit waarom dit of dat. Nou, dat zetten ze dan wel op papier, maar dat is eigenlijk allemaal in de trant van zo is het en wat jullie willen kan niet en daar moet je het maar mee doen. Als je een gebouw neerzet van de hoogte die er nu is en daarin breng je zowel zelfstandige wonenden in als mensen die beschermd moeten wonen. Dan blijft er gewoon hier een tuin over. Dan kan er een gezamenlijke ruimte blijven waar de buurt van gebruik kan maken, zoals dat nu ook is. Ik krijg meer en meer de indruk, voor hun liggen de kaders vast. En dat is niet alleen dat wij dat nu voelen. Want als je het nieuws leest en je ziet wat er in Amersfoort gebeurt, zijn wij niet de enige, hè? Want ik las nu net van een project dat de mensen daar tot de Raad van State gaan. Maar zo zou de gemeente het niet moeten willen. En ook omdat die gebouwen zo groot zijn, moet de rest gewoon eigenlijk min of meer ingevuld worden door parkeerplaatsen. Dus er is ook heel weinig ruimte voor stoep en groen. En er is ook moeilijk voor ouderen om hier veilig met hun rollator over te steken en dat soort dingen. Dus dit zijn allemaal dingen die eigenlijk in strijd zijn met de doelen van het plan zelf. Die participatiegids die doet eigenlijk niks anders dan datgene wat daarvoor gebeurde. Die geeft de projectontwikkelaar en de eigenaar van deze grond en dit gebouw vrij spel om bouwvolume en bouwhoogte uit te melken, zo groot mogelijk te maken, zodat de winst zo groot mogelijk wordt. Dat wordt naar de gemeente toegestuurd. En de gemeente gaat er naar kijken en zegt, oh ja, wacht even. Eén dingetje, als hartstikke goed of hartstikke leuk dat u dat gaat doen, we gaan ook nog even met de bewoners praten. En dan zegt zo'n bouwontwikkelaar, nou, ik wil maximaal, in dit geval, hè, 34 meter hoog. Dat is hoger dan de Hogeschool Utrecht. Dan zeggen de inwoners, ja, ben je helemaal gek geworden, 34 meter hoog. Dan zegt hij, nou, weet je wat, doen we 28. Moet u toch blij zijn, want ik heb mijn volume verlaagd. Maar wat er steeds het spelletje is dat de eigenaar en de projectontwikkelaar, die willen zoveel mogelijk geld maken. En die proberen het volume en de hoogte zo groot mogelijk te maken. En zo ver mogelijk die grens op te zoeken. Ik denk dat wij wel een aantal instrumenten hebben als raad. En daar hebben we ook jarenlang over gedaan. Dat heet starten voor de start. En dat heet ook dat je de participatiegids volgt. Daar staan allemaal hele mooie, nieuwe, goede dingen in. Ook nieuwe dingen. Zodat het ook beter gaat lopen. Nou, wat mij verbaast is dat het toch nog niet helemaal goed loopt. Dat mensen dus niet op de hoogte gesteld worden van een aantal zaken die hier gaan plaatsvinden. Ik hoor ook dat ze niet wisten dat het komende week op de agenda komt. En dat vind ik ook heel kwalijk. Hè? Als je dan samen met elkaar dat participatieproces hebt, dan moet je dat ook weten van elkaar. Dus die communicatie kan nog wel verbeterd worden. Wat wij graag willen, om de dialoog weer gelijkwaardig te laten plaatsvinden, is dat de harde minima die in de kader worden gesteld, eruit worden genomen. Maar dat we samen weer op tafel gaan zitten om te kijken waar we een optimum kunnen bereiken voor de kwaliteit van deze omgeving en natuurlijk de woonvoorziening voor de ouderen. Het is niet alleen een derving van je woongenot, maar het is ook een derving van je bezit wat je daar hebt. Want ja, zoals het nu gaat, staan er momenteel dus al heel lang 3 appartementen te koop. Maar ik snap ook dat nieuwe eventuele gegadigden zeggen, oh nee, maar daar gaat bouwen. Nou, daar heb ik geen zin in. Het is ontzettend veel bereidheid om hier iets neer te zetten. Wat wel heel mooi is, wat past op dit perceel. En waar ook de bewoners later van de nieuwbouw heel veel plezier van gaan hebben. Ja, iets past dat in de buurt en waar we lol van gaan hebben en waar we ook met trots op terug kunnen kijken als een goed voorbeeld van participatieproces.